Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Nessim is. Gatver, doe je voeten weg. Oh, deze is goed. Nessim, die is Casa de la Papel. Spreek je het zo uit? La Casa de Papel. Ik heb het helemaal verkeerd. En wij zijn net wakker, we hebben lekker gedoucht. Ik heb even mijn haren gedaan. Vannacht was ook echt zo'n gekke droom, hè, zoals jij. Wat dan? We hebben laatst echt heel gekke dromen. Best wel een beetje agressieve dromen. Want ik heb dus gedroomd dat ik werd vermoord door een leeuw. Echt? Dat hij me echt zo bij mijn nek pakte en dan rondliep met mij. En ik dan daarna was overleden. Maar misschien omdat je Tiger King hebt gekeken. Ja, maar ik vond het echt zo kut. Want ja, dat is natuurlijk mijn lievelingsdier. En dat ik dan word vermoord door mijn lievelingsdier, dat vond ik wel echt heel heftig. En Nessie heeft dus ook echt best wel agressieve dromen, zei hij. Want hij had laatst allemaal in zijn dromen allemaal mensen vermoord en zo. Maar ik heb ook het gevoel dat je nu op dit moment echt heel anders droomt dan normaal. Eerst koffie over de day. Het is nu inmiddels 2:30 en ik ben vandaag aan het vasten. Het is echt een manier voor mij om heel snel weer even gezond te gaan eten. Ik ga me nu even klaarmaken. Een beetje make-up opdoen. Ik zit echt een beetje dood uit. Ik heb ook echt zwaar een kleurtje nodig. Ik ga niet onder een zonnebank. Overdag is er dus geen zon op ons balkon. Dus het is een beetje nutteloos om daar te gaan zitten. Maar voor ons deur wel. Dus dan probeer ik daar even een koffietje te drinken of zo. Ik kan niet altijd voor de deur gaan lopen hangen. Want dan lopen ook elke keer mensen langs. En dan kun je elke keer naar binnen vanwege dat je dus 1,5 meter afstand moet houden. Vandaag trouwens echt een heel mooie quote gelezen. Het was iets van als je na deze quarantaine niet eruit komt met een nieuwe hobby. Of met een nieuwe passie, bezigheid of een nieuwe side hustle. Dan heb je je tijd gewoon niet goed benut. Dan heb je niet tijdtekort, maar weinig discipline. En dat vond ik wel een mooie quote om mee te starten vandaag. Vaak als ik een kleurtje op mijn lippen heb, dan vraagt iedereen wat voor kleurtje ik op mijn lippen heb. Dus ik ga het hierbij gelijk delen. Ik ga deze kleur vandaag gebruiken. En het is van Kat Von D. In de kleur Velia. Het is echt een heel mooi nude kleurtje. Nou guys, dit is mijn make-up look. Dit is mijn make-up look van vandaag. Ik ben er tevreden over. Nou, zie hoeveel afleveringen zijn er online? Gewoon heel veel. Echt waar? Kijk hen dan chillen. Lekker hoor. Trouwens, wat ik jullie nog wel vragen. Mijn manager is dus gisteren bevallen. En ik en Nessim hadden dus een discussie over het cadeautje. Want ja, ik wil haar graag een cadeautje opsturen. Want ja, je kan nou toch niet langs met het hele coronavirus en zo. Maar we hadden daar een discussie over. Want Nessim zegt van, hij vindt het heel erg leuk als je dan als baby cadeautje gewoon echt letterlijk cadeautjes voor de baby geeft. Zoals een leuk pakje of schoenen of zo. Maar ik vind juist dat je dan eigenlijk een cadeautje moet geven aan de moeder. Want de baby krijgt dan eigenlijk juist heel veel cadeautjes. En de moeder krijgt eigenlijk bijna nooit cadeautjes. Wat als iedereen zo denkt dat de baby dan helemaal geen cadeautjes krijgt? Die krijgt altijd wel, want de moeder die kopt toch alles in. Ja, en weet je wat ook zo stom is als je zeg maar iets geeft aan een baby? Dat vind ik altijd van. Misschien vindt de moeder het helemaal niet leuk dat je een pakje voor hem. Misschien vindt ze het helemaal niet leuk om een kindje zo te kleden. Ja, dat denk ik dan altijd hoor. Maar laat mij hieronder weten wat jullie ervan vinden. En ook voor de mama's onder ons. Wat jullie leuker vinden om te krijgen. Of wat jullie handiger vinden om te krijgen. Want we hebben daar echt een discussie over nu. Maar ik ga zo gelijk wat bestellen om te laten bezorgen. Ik ga eindelijk koken en ik ga vandaag chili con carne maken. Ik mis alleen een groene paprika, maar ik heb geen zin om die nog te halen. Ik doe het gewoon hiermee. Daarvoor heb je nodig bruine bonen, gehakt, tomatensaus. Hier zit Himalaya zout in. Tomaten. Ik heb hier een mix van kruiden die eigenlijk uit Irak komen. En die heb ik in een ander potje gedaan. Zat hier op Bharat Adi en die gebruiken we bijna elk gerecht. Chili peper, peterselie, knoflook en ui. Voordat ik begin met koken ga ik meestal alles een stukje snijden. Ik heb hier 1 ui, 1 tomaat en 2 teentjes knoflook. Ik start bijna alle gerechten met eerst de uitjes te frituren. En ik had het echt zo lekker ruiken altijd. Dan doe ik de gehakt erbij. Dan doe ik de tomaat en de knoflook erbij. Ik ga de bonen nu een beetje uitlekken. Dan ga ik de bonen wassen, zodat de schuim helemaal verdwenen is die je nu ziet. Dit ruikt al heel erg goed. Nu gaat de tomatensaus erbij.
ik de boeren gaat toevoegen bij het gehakt, ga ik eerst nu de rijst maken. Ik heb nu even op een laag vuurtje gedaan. Ik ga voor Nessie mijn zilvervliesrijst maken met vermicelli. Eerst pakken we de vermicelli. Daarna gaat de rijst eroverheen. Je moet niet gelijk de rijst erbij gooien. Vermicelli moet wel een beetje bruin worden. Zoals nu eigenlijk. Dan mag je de rijst erbij gooien. Hier doe ik nou de bonen erbij. Proeft en hij is perfect. Zo, dit is Nessie's bordje. Heerlijke combinatie van bonen en rijst. Vind ik zo lekker. En dit is mijn bordje zonder rijst. En ik doe er dus avocado bij. Ik weet dat heel veel mensen denken van what the fuck. Maar ik vind het echt lekker in combinatie met bonen. Je hebt toch al eten, Lira? Ja, wil je ook chili con carne? Wat is er? Hi, Lira! Kom die dikzak! Waar is de? Wil je chili con carne? Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Wij zijn nu bij de tank om te tanken. Ik ga even Nessie met zijn auto naar de garage brengen, want hij is over een stuk metaal gaan rijden. Nessie heeft de nieuwe maskers weer gekocht, zoals jullie zien. Oh, ik heb het van mezelf gehad. Lekker hoor, Ness. Red Bull Peer. No sugar, bitches. Zo. We hebben Nessie's auto even bij de garage achtergelaten. Is het goed gegaan? Nou ja, er is nog niks gebeurd. We moeten nu even wachten, dus hij heeft mij meegenomen voor gezelschap. Maar wij dachten dus laatst aan, tenminste ik kwam met zo'n foto van een hondje. Toen dacht ik van, waarom nemen we eigenlijk een hondje? Wij Jij hebt eigenlijk alles verpest, hè? Wij vinden allebei honden eigenlijk heel erg leuk. We hebben allebei ook een hond gehad, hè? Ja. We hebben ook nog dezelfde hond gehad. Malteser. Mijn ouders hebben die hond nog steeds. Ja, maar jij hebt hem niet meer, snap je? Nee, ik kan het niet. We hebben allebei een Maltese gehad. En toen kwam ik met de foto van een hond. Wij vonden hem altijd allebei leuk. Want ze zeiden, ja sorry, maar als ik hem moet uitlaten, is het wel een beetje zo'n kleine rothondje. Staat gewoon niet. Toen zei ik tegen hem, weet je wat we gaan doen? Jij mag gewoon een hond uitkiezen. En dan nemen we gewoon een hond. Want ja, zoals jullie weten zijn we nu ook bezig met een huis. En dan hebben we eigenlijk best wel veel ruimte, toch? Ook een grote tuin. Dus dat gaat best wel lukken. En toen, oh, ga je nu die hond zoeken? Kijk, Nessie wilt deze hond. En hoe heet deze hond? Een Shiba Inu. Dus even zo. Is zo leuk. Maar, Nessie heeft dus een beetje filmpjes lopen kijken en zo. In het begin was hij heel erg positief en zo. Maar toen hebben we toch vanochtend even besloten om dat even niet te doen. En even weer realistisch te kijken naar dingen. Want vannacht hebben we echt zo slecht geslapen door Lira. Oh. Ze begon weer te blaren en geluiden te maken. En ze dacht ik, ja, we krijgen ook nog eens een grote hond bij. En we... Ik wil het wel echt, echt heel graag. En we wonen nog in een appartement, hè? Ja. Dus dat is het misschien. Misschien als wij echt zijn verhuisd, dat we wel echt een hond gaan nemen. Want op een of andere manier komen we daar altijd op terug op dit onderwerp, hè? Klopt. Dus alsof het iets is wat sowieso moet gebeuren. Het staat nog echt op ons lijstje, zeg maar. Het hoort echt gewoon bij onze gezin. Ja. Ik vraag me wel af of er mensen zijn die een Shiba Inu hebben, die jou volgen. Ja, ik laat denk weet, heel weinig. Deel je ervaring in de comments. Let us know. Is wel mooi, hè? Ja, heel mooi. Hij kijkt zo lief. Ik vond hem een beetje op jou lijken, met je oogjes. Ja, ik Hij is trouwens Japans. Kennen jullie die film Hachi? Dat is die hond. Dat is die hond, dus ze blijken dus echt fucking loyaal te zijn. Dus echt, daar gaan we weer, jongens. Tegenwoordig niet echt veel opties om te doen, want normaal gesproken als we een uurtje moesten wachten op de auto, dan gingen we gewoon even naar Zuidplein even wat eten of zo in de buurt. Niks te lopen. Maar nu is gewoon letterlijk niks open behalve de McDrive. Wat ga je nemen dan? Een koffietje, ik heb geen koffie genomen. En jij? Ik denk niks, man. Ik heb wel een Red Bull op. Oh, ik dacht dat je een ijsje ging nemen. Nee, dat gaat te ver, man. Ik heb gisteren ook al ijsje gegeten. Oké. Je bent echt een feeder. Helemaal niet, je zei het net in de Oh, het komt zo verkeerd over, maar hij zei het net in de ochtend. Nee, maar laten we heel eerlijk zijn. Jij geniet ervan als ik eet. Ja, dat wel. Precies. Maar je kan het ook wel hebben, want je bent een skinny mini. Echt niet, ik ben skinny mini. Ik ben skinny mini. Vet kroket. Hier, alles is gesloten. We zijn hier even langs gereden om te kijken hoe het eruit ziet, maar hier is het echt helemaal Alles is leeg. Dood. Game Center is gesloten, alle restaurants zijn gesloten. Happy Italy is gesloten. Paté is gesloten, KFC, alles. Zo ik heb het eigenlijk nog nooit zo leeg gezien. Nee. Jongens, we zijn zo levenloos, we hebben echt zo geen planning, dat we nu naar de leenbakken gaan. Met mijn cappuccino van de Mac. Oh, het is echt zo lekker weer, Nes. Wil je een foto maken van mij? Oké, jongens, we zitten in een dilemma. Ik heb zeg maar Simitsara hier. Je mag wel even uitleggen dat ze open zijn. Dat ja, weten ze niet. Simitsara is open. En de Fish King is ook open. Dus we kunnen of vis eten. En met we bedoel ik. Of Simit, wat zeg jij? Hoe is Simit open? Ik zou Simit. Echt serieus, Simit. Vis is ook lekker, hè? Kibbeling, yes please.
Oh, dat is die mokro. Ja, denk ik wel. Oh, die hebben ook lekkere vis. Ik ga eerst kijken wat dingen heeft. Simit. Oh nee, ze wil geen vis voor ons halen. Wil je ook vis? Maar voor vanavond. Wil je vis maken thuis? Maar we hebben nog pasta, man. We moeten echt die pasta eten. Oké, okay, kies en laat maar weten wat je gaat halen. Steenpapier, nee, ik wou steenpapier schuilen. Oké. Okay. Jij bent vis, ik ben Simit. Oké. Okay. Klaar voor? Mm-hmm. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Ah, shit. Dus? Je hebt gewonnen. Maar moet nog één keer. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Yes. Het staat gelijk. Klopt. En nu? Laatste. Shit. Moeten we vis halen? Nee, ik zal geen vis halen. Zal ik wel even kijken wat ze hebben daar? Wat heb je gehad? Nou, ik heb dus... een normale simiet. Oh wow. En een warme met olijven erin. Nee. Doe je deze. Oh, die ziet er zo goed uit. Ja, die is echt lekker, man. Oh, hij ruikt ook echt. Oh my god. Nessie, wat doe je me aan? Ik sta nu voor de autowasseret. Oeh. Ik ben aan het wachten op Nessie. We gaan even onze auto's wassen. Want die zien er echt niet uit. Is echt zwaar nodig. Omdat de zon zo erg schijnt, zie je ook echt heel erg goed dat je auto vies is. Kijk hoe vies mijn auto is. Mannen met elkaar aan het vechten met. Ik wist echt niet wat ik zag. We waren gewoon elkaar aan het trappen en zo. En echt geen gras. Ze waren minimaal 65 of zo. Die mannen. Ja, we gingen gek. Gewoon mannen van 60 gingen vechten met elkaar. Dat zijn. Kijk hoe mooi, jongens. Kom, Nina. Kom, het is tijd om weer gekamd te worden. Kom. Kom dan. En nu is Lira aan de beurt. Je moet ook even heel mooi gekamd worden. Ja, Lira, oh, Lira vindt dat fantastisch. Het is dus vandaag 8 april. En dat wil zeggen dat ik dus 8 dagen eigenlijk bezig ben met gezonde eten, want ik was echt een tijdje helemaal losgegaan. Ik merk dat ik echt zeg maar heel slecht ben, anders verwoorden. Ik merk dat ik met voeding zeg maar heel erg zwart-wit ben. Dus of ik eet heel veel en heel ongezond, of ik zit echt op een heel strenge dieet en ik mag amper iets eten. En dan heb ik een lijstje met wat ik wel mag eten, zoals bij keto toen. Ik ken geen grijs gebied wat betreft voeding. En de afgelopen week heb ik dus wel echt gewoon een beetje gegeten hoe een normaal gezond mens zou moeten eten. Dus gewoon, weet je, gisteren heb ik pasta gegeten. Dacht ik, vandaag heb ik wel zin in pasta, maar dat ga ik niet eten. Dus ik maak courgetti, weet je wel. Dat is gewoon gezond. Ik ben de afgelopen week ook gewoon 2 kilo afgevallen zonder moeite. Ik heb niet echt een speciaal dieet gevolgd. Ik heb gewoon normaal gegeten. En toch word ik daar heel erg onrustig van. Omdat ik dus heel erg zwart-wit ben met eten. Dus ik heb nu heel erg nog het gevoel dat ik helemaal niet goed bezig ben. Omdat ik toch nog dit eet en dat eet. Ik heb echt helemaal geen zin meer in die extreme diëten en zo. En je houden aan bepaalde dingen. En dat je dan weer moet kijken of je in ketose zit. Of dat je zoveel bent afgevallen na een periode. Omdat ik weet dat het ook heel erg veel met mij doet. En ik benijd echt de vrouwen, zeg maar. Die dus heel gebalanceerd kunnen eten. En gewoon altijd op hetzelfde gewicht blijven. En gewoon eigenlijk over het algemeen gewoon lekker gezond eten. Ik weet niet waarom ik dat gewoon niet kan. Mocht er naar vrouwen kijken en zich een beetje herkennen in mijn verhaal. Let me know hieronder wat jij hiermee hebt gedaan. Want ik zit echt in een soort van dilemma. Dit klinkt echt heel heftig allemaal en weet ik veel wat, maar het is echt wel iets wat ik zeg maar, ja, 2 jaar zeg maar echt iets heb. Of ik ben heel erg extreem aan het diëten of ik ben heel erg extreem aan het eten. Nou.